Als je wilt weten hoe dat je op de juiste manier, en niet op de verkeerde manier, blush, highlight en contour aanbrengt, dan is deze video zeker iets voor u. Hey, mijn naam is Tom of Tom V Makeup en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik u laten zien hoe je highlight contour en blush aanbrengt op de foute manier en hoe je het aanbrengt op de juiste manier. Geloof mij, er is heel veel verschil in. En je ziet soms echt hele rare dingen rondlopen. Dus ik ga echt zo de meest voorkomende fouten dat ik altijd vertel tegen mensen als ik zo tips geef. Weet wel. Van een Casual Friday als je aan het trinken dan komt er ineens iemand naar u en zegt ze van. Oh, by the way, uh, hoe breng je juist highlight en contour aan? Oh, uh, yes, sir of madam. Dat niet, dat, gaat niet op, dat kan niet op 1, 2, 3. Dus speciaal voor die mensen vandaag die video. Ik heb foundation en concealer opgedaan. Gewoon, that's it. Ideaal voor te gaan highlighten, contouren, bronzen, blushes. Fout 1: bronzer die veel te warm is voor je huid. Gewoon een kwast die op zich gewoon een standaard kwast. En gewoon beginnen contouren. niet maar niet, motherfucker. De fout die heel veel mensen doen is gewoon dit. Ja. Wat er gewoon gebeurt als je zo op die manier contourt is dat je eindelijk gewoon waar je je kwast eerst neerplaatst, daar gaat het eigenlijk het donkerste maken. Logisch natuurlijk, want daar gaat je huid het eerst dat product vastgrijpen en gaat dat dan uitblenden. Dus it looks bad. Ik heb zo het gevoel dat er nooit niks echt slecht uitziet. <laughs> of course, it looks bad. Look at it. En we kunnen ook nog een klein beetje aanbrengen, zowat in nummerke drie. En de mensen gaan dat gewoon zo. Ja, we gaan hier en ja, meestal hier zo wat. En laten we eh, misschien een beetje beter maken door het gewoon te gaan uitblenden. De diepte zit eigenlijk gewoon hier zo onder mijn ik weet niet, onder mijn wallen of zo. Stap 2 is om een highlighter te nemen die gewoon extreem oplicht. Hoe hoog? Omdat de, je wilt hoge jukbeenderen hebben. En het gebeurt ook wel eens dat mensen dat zo wat iets meer naar voren nemen als het er maar op zit. En dan een derde is om een blush te nemen. We hebben hier eentje. Meestal hebben we ook maar één kwast liggen. Dus we nemen gewoon dezelfde kwast. Het maakt niet uit dat er nog wat bronzer op zit. We nemen blush-dingen en op dezelfde manier beginnen we gewoon hier en dan naar achter wat blush aan te brengen. Ah ja, en dat is ook nog een hele goeie. Zo, smile. En het zit erop. Um, misschien dat dat voor jullie wel er goed uitziet. Maar het is serious cringe voor me. Dus het eerste dat ik ga doen, als ik foundation heb aangebracht, is een losse poeder aanbrengen. Liefst van al eentje, als je het zo voelt. En je, je wrijft zo tussen je vingers die poeder, die echt heel fijn is. Hoe fijner dat de textuur aanvoelt hier tussen mijn vingers, hoe fijner dat die ook op je huid gaat belanden. Dus ik ga eigenlijk de plaatsen waar dan ik ga contouren, ga ik, ik gewoon zachtjes afpoederen. Je hoeft erom niet heel je gezicht super mat te gaan maken. De, de, de foundation die eventueel nog wat nat kan zijn op bepaalde plaatsen, voor die eindelijk te gaan afpoederen zodanig dat je contourproduct of je bronzers of uw blushes, dat ze eindelijk iets hebben om zich maar in te gaan blenden. Dus je blending gaat veel mooier zijn, veel subtieler. De juiste kleur kiezen is ook gewoon super belangrijk als je gaat highlighten en contouren. Ik heb hier nu twee. Um, twee producten. Oh, there's the star again. Voilà. Ik heb hier nu twee producten. En ik denk dat je wel heel duidelijk ziet dat de deze, dat ik eerst gebruikt heb, is eigenlijk vrij warm. Dat is echt zo'n typische bronzer met een gele ondertoon. De deze is eerst en vooral veel lichter en is veel neutraler van kleur. Dus veel koeler van kleur. En dit gaat meer een schaduw nabootsen. Je mocht echt wel eens van die, van die grijs-bruine bronzers gaan, gaan proberen, of die gaan. Gewoon meer geschikt zijn om te gaan contouren. Het tweede heb ik graag een kwast die iets kleiner is, zodanig dat ik eigenlijk ook de plaatsing kan bepalen. Mijn kwast moet de plaatsing niet bepalen van waar dan mijn contour gaat zitten. Maar Ik wil dat zelf bepalen. En dat doe je enkel door een kwast te nemen die niet, die gewoon niet te groot is. Dan heb ik wat product opnemen, niet te veel, en we gaan zachtjes opbouwen. Meestal willen we gewoon. Onze cheekbones willen we gewoon hoger plaatsen. We willen eigenlijk van achter starten. En meestal is dat zo'n beetje van het topje van je oor tot aan je mondhoeken. Ja? Dus ik ga hier dat product neerzetten. Terug wat product opnemen. En echt wel. Die jukbeenderen, gaan we die eigenlijk naar boven duwen. Dus je kunt beter starten iets korter hier. En hier het meeste product aanbrengen. En dan zachtjes. De rest diagonaal naar beneden gaan uitblenden. Het verschil, mijn jukbeenderen komen onmiddellijk veel hoger te zitten. Ik ga nog een klein beetje opnemen en ik ga een soort van contrast leggen, juist onder het hoogste punt van de jukbeenderen. Waar zit mijn product nu? Hier, ik ga echt hier onder het hoogste punt kan ik een klein extra contrastje leggen of een klein accentje leggen, zodanig dat mijn jukbeenderen echt zo hoog mogelijk komen te zitten. Ik denk dat dat al een heel verschil is, deze zegt Oompa Loompa. Sophisticated. Kijkt naar uw gelaat. Kopieert ook niet te veel dingen. Dat je ziet op social media, weet je, we all see that thing met al die strepen op je gezicht en zo. We hebben niet allemaal hetzelfde gezicht. Kijk naar uw gezicht. Bij mij bijvoorbeeld, deze valt hier een klein beetje in. Dus ik wil dat ook wel wat, wat, wat smaller maken, omdat ik op zich wel een breed en een hoog. Yeah, I'm blessed with both. Hè. Dus dan ga ik eigenlijk gewoon mijn kast hier ook neerplaatsen op die zeg maar, slapen. En daar ga ik ook een klein beetje meer definitie creëren. Dit gaat gewoon zorgen dat mijn voorhoofd een klein een beetje smaller wordt. En je kunt eventueel, nu ik heb geen haar, je kunt eventueel aan je haarlijn bij mij stopt die in nergens niet. Waar, waar begint die zelfs? Maar je kunt hier kun je ook een klein beetje gaan aanbrengen. Op het moment dat je het echt keihard begint te zien, heb je eigenlijk al te veel gedaan. Tenzij dat je gaat voor de full beauty queen, bla bla Maar dat is soms beter overal een professional, als je het de goede wil doen. Deze. Als je een medium huidkleur hebt, zoals mij. Euh, natuurlijk als je super licht bent, mocht je echt zilver tot zilverroze tinten gebruiken. Ik vind vanaf dat je een klein beetje meer kleur hebt, kun je beter voor een soort van gouden highlighter gaan. Liever hier in de Gold Ambition bijvoorbeeld. Ik ga de producten, trouwens, dat ik gebruik van onder in de beschrijving zetten. Um, ik neem ook een kwastje, voilà, die niet te groot is. Dus ik ga dat hier even op het bovenste van mijn jukbeenderen plaatsen. Dat is hier. Dus echt, eigenlijk is dit al voldoende. Je hebt gewoon al direct je jukbeenderen super hard geaccentueerd door gewoon heel plaatselijk wat highlight aan te brengen. En dan kunnen we dat zachtjes wat gewoon uitblenden. Zodanig dat dat mooi naadloos overloopt in de rest van je huid. I love my nose. He. Don't get me wrong. He. Zo heel die neusbrug gewoon accentueren. Zo echt zo. Oh, en dan nog. Dat staat er van zijn eigen al op. Kijk. Huh. Het is gewoon een utrop, teken het zichzelf al. Pay attention on my nose, please. Mijn neus moet ook niet met alle pluimen lopen, hè. En ik ga hier gewoon dat klein stukje die hier zit, kan ik qua accentueren, en dan gewoon hier. Dan gaat je neus niet per se langer maken. Uh, het accentueert gewoon je natuurlijke neus. Het kan zelfs een klein beetje versmallend werken. Overdrijf er ook niet gewoon mee. Like, embrace yourself. Accentueert gewoon hetgeen dat je hebt. De, de plaatsing is gewoon super belangrijk. En het laatste: de blush, de kleur en de plaatsing. Weer super belangrijk. Je hebt kleuren die een koelere kleur Een koelere kleur zal. Onmiddellijk heel veel effect geven en soms wilde dat, soms is het van ja, ik heb te weinig kleur in mijn gezicht, ik wil gewoon meer hè. en je hebt eigenlijk van die warmere blush kleuren. De warmere blush kleuren zullen sowieso een natuurlijker effect geven dat gewoon mooier oversmelten in je huid, terwijl dat koelere blush kleuren en die echt rozere tinten gaan eigenlijk onmiddellijk heel hard afsteken tegen je huid en heel hard naar voren komen of heel hard opvallen. Als je zelf heel veel roodheid in je huid hebt en je hebt wat foundation opgedaan, maar die nog wat transparant is, je roodheid komt er nog wat door, dan je eventueel dan zoiets gebruiken om het zeg maar die roodheid een beetje te gaan verlengen of wat te verleggen ofzo in uw huid of gewoon om uw eigen nog te herkennen want mensen die heel veel roodheid in hun huid hebben, je neemt alle roodheid weg, ineens zijn die zo te anders. Een warmere kleur is meestal zo wat een beetje romantischer, wat zachter in het gelaat. Ik ben iets meer subtieler in de blush kleuren tenzij dat ik echt voor een heel felle lip ga bij, bij, bij iemand als ik iemand opmaak of hele felle ogen dan verdwijnt een natuurlijke blush kleur en dan durf ik wel een iets meer feller kleur te gaan gebruiken of een koelere kleur. Dit is de French Kiss At First blush van Missauda en dat zit er echt tussen. En een blush breng ik heel graag aan gewoon met zo'n sippling brush, gewoon om vrij subtiel te werken. Dus ik neem me op die kwast, tussen mijn contour en mijn highlight, om die mooi te gaan connecteren, daartussen ga ik eindelijk die blush gaan aanbrengen. En ik wil niet zo van die drie strepen zien, ik wil echt mooi een, een mooie connectie zien tussen dat geheel. Dus ik start achteraan met mijn blush. En dan blend ik dat mooi naar voren uit. Zodanig dat die jukbeenderen mooi hoog blijven. Dat gaat je een mooi liftend effect geven. En niet zo... Een plek vooraan. Wat dat ik ook heel mooi vind om te doen en die zo'n mooie gloed kan geven, is om ook die blush een klein beetje meer naar boven te nemen en ook wat meer naar die slapen. Soms durf je dat zelfs een klein beetje zo wat op die ogen aanbrengen, zodanig dat je zo een beetje een soort van sunkist look krijgt. Ja, deze is gewoon de bullshit. Nou, voilà, dat was het voor de video van vandaag. Ik hoop dat je iets zei met deze tips. Laat het eens weten: waren jij een van die mensen die heel veel fouten maakte of deed jij het al juist? En dan <laughs> ben ik trots op u. Anyway, merci om te kijken. Like de video. Abonneer op mijn kanaal als je nog geen abonnee bent. Doe ook op het belletje zodat je een bericht krijgt als ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie graag terug vrijdag voor een nieuwe Foundation Friday. Bye.